is een Tahina. Wat zie je dan? Cadeautjes, souvenirs. En wat zie je nog meer? Een verf. Ja. En een kast. En aan die kant? Dat zijn geen medicijnen. Wat is dat? Snoepjes. Snoepjes, hè? Dat moet u niet een beetje bescheiden. Doe nou normaal, sneaky. Maar dat geeft niks. Als je op reis gaat, neem je van alles mee. Soms neem je ook souvenirs mee, hè? Want hier heb ik nog wat. Wie weet wat dit is? Wat heb ik als souvenir meegekregen toen ik ooit naar Maluku ging? Misschien gingen jouw opa's, oma's of wie ook wel eens naar Pambon. En dan krijg je als souvenir chinkje mee. Chinkje, kruidnagels. En altijd als ik kook en kruiden of ik doe eten, dan denk ik aan, oh ja, wat was dat leuk met de vakantie en een mooie herinnering. Wat jullie straks gaan doen, is dat jullie ook iets gaan maken voor onderweg als jullie op reis gaan. En natuurlijk zitten daar souvenirs en cadeautjes bij. Dus die mogen jullie openmaken. En jullie gaan iets maken en hier liggen de spullen. Jij bent de oudste, denk ik. Hè? Kan jij een koffer meenemen naar jullie eigen dienst? En dan zien jullie zelfs. Wacht even. Op het zout. Nee, op het zout moet je de kleur doen. Kijk, dan wordt het zout. Zie, de zout die krijgt dan de kleur. Nee, dan moet je elke keer nieuw pakken. Wacht even. Ja? Oh, ik weet al. Je hebt gewoon witte lijn natuurlijk. Hier, doe maar. Dan mag je het op het zout voorzichtig, doen. Goed zo.
Lopen. Straks nog. Staat ook wat dingen die je lekker voelt, geloof ik, hè? Had jij cadeautjes gehad? Ja, hè? Maar we gaan in die luisteren. Ja, we zitten daar. Bij mama. Een van de kinderen gaat er nog mee. Daar ben je met je mee. Goede God, er zijn mensen die we iedere dag zien. Onze vader of moeder, broer of zus, buurman of buurvrouw. Er zijn mensen op wie we kunnen vertrouwen. Er zijn mensen die er altijd zijn. Als het goed met onze God gaat en als we iemand nodig hebben, wij hebben... Dat er altijd zulke mensen zijn en dat we verrast mogen worden door nieuwe mensen en ons leven, de nieuwe buurman of buurvrouw, het nieuwe kind in de klas, een nieuwe collega. Wij gaan om uw hulp, zodat ook wij er voor deze mensen kunnen zijn als ze ons om hulp vragen. Amen. Goed zo.